Hi iedereen, goedemorgen. Het leek me leuk om weer eens een keertje een Get Ready With Me video te doen. Omdat dat volgens mij toch best wel weer een tijdje geleden is. En toevallig is vandaag een hele leuke dag. Ik ga namelijk afspreken met Sanas en Kelly bij Sanas thuis. Zij woont ergens in een dorpje tussen Didam en Doetinchem in en dan daaronder. In ieder geval heel ver weg voor mij. Ja, we gaan gewoon vandaag gewoon gezellig met elkaar afspreken. Ik ga eindelijk Sanas haar huisje bekijken. En we willen ook eventjes gaan shoppen, waarschijnlijk over de grens. Want ze waren natuurlijk dicht bij de Duitse grens. En ik ga me dus nu gewoon klaarmaken. Dus nu gewoon een soort van neutrale look eigenlijk. Eerst doe ik eventjes deze Embryo Liss Secret de Maquilleur op. Dat is eigenlijk een soort van primer. En die heb ik gekregen van het persbureau. En ik was eigenlijk wel benieuwd hoe die zou uitpakken. Hij ruikt in ieder geval heel lekker. Sinds kort gebruik ik ook dit sponsje, de Beauty Blender. En ik ben er echt helemaal fan van. Ik snap niet dat ik deze niet eerder heb gebruikt. In ieder geval, ik wou even wat vertellen over Sanas. Sanas heb ik leren kennen, ik denk ongeveer 6 jaar geleden. Toen was ik echt net begonnen met bloggen, want in januari bestaat Beauty Love 7 jaar. Dus misschien was het ook wel 6 of 7 jaar geleden. Dat was echt helemaal... aan het begin van mijn blog. En toen hoorde ik dat er een groepje bloggers naar de IMAT zou gaan in Londen. Het is een soort van beurs. Heel groot. Speciaal voor make-up artists en mensen die werken met special effects. En die beurs heb je bijvoorbeeld ook in New York. Maar ja, Londen is natuurlijk veel dichterbij. Dus ik hoorde dat zij er naartoe gingen. En ik kende deze bloggers eigenlijk niet. Maar ik had echt zoiets van, wow, leuk, ik wil mee. En toen zei een andere blogger, die zei van, oh, ik ken Sanas wel, dus hier is haar, ik vraag anders wel haar gegevens en dan kan je vragen of je mee kan. Dus ik ging ze contacteren en ik zei, oh, ik hoorde dat jullie naar IMATS gingen en ik zou ook heel graag willen gaan. Het lijkt me leuk om met jullie mee te gaan, want ja, weet je wel, we houden allemaal van hetzelfde. Kijk, ik kan daar ook wel met gewoon mijn eigen vriendinnen heen gaan. Maar ja, die houden niet per se van dat soort dingen. En dit waren ook allemaal beautybloggers. Dus ik dacht, leuk als we samen gaan. En zij kenden mij eigenlijk niet. Dus zij hadden zoiets van, ja, ik weet niet of Serena wel een aardige meid is of zo. Maar toen had ze van iemand anders gehoord dat ik wel oké was. En toen zeiden ze, nou oké, is goed, ga maar mee. En tijdens die trip zijn we eigenlijk gewoon vriendinnen geworden. Want we hadden het echt super gezellig met elkaar. We konden heel hard met elkaar lachen en zo. Dus ja, eigenlijk sindsdien hebben we gewoon contact. En het is niet dat ik haar heel vaak zie, want ze woont toch wat verder weg. Ik zie haar niet op wekelijkse basis, zelfs niet op maandelijkse basis. Maar we spreken toch wel een paar keer per jaar af. Ik denk misschien iets van 3 keer of zo. En dan doen we dat meestal in groepsverband. Omdat we hebben toch op een gegeven moment zo'n groepje gevormd. We bestaan uit Sanas en Kelly. En Caroline en Linda. En we hebben ook een groepswhatsappje en zo. En we appen gewoon veel met elkaar. En ja, één keer in de zoveel tijd komen we samen. Dan gaan we gewoon gezellig met elkaar shoppen. Meestal gaan we naar Utrecht, omdat dat gewoon het meest centraal is voor iedereen. Maar omdat Sanas nu in een nieuw huisje woont. Ze woont samen. En we hadden dat huisje nooit bekeken. Dachten we van, nou, dan gaan we nu gewoon richting Sanas. Gezellig. En toen hadden we dat gezegd. En toen was het van, ja, dan maken we er meteen een dagje van. Dan gaan we naar Duitsland. En toen zeiden we, ja, leuk. En toen was het meteen van, ja, dan blijven we gewoon slapen. En dan gaan we stappen. Dus wij zo, oké, cool. Dus het wordt echt een soort van meidenweekendje. Echt met logeren en stappen. En Sanas is Iraans. Dus ze gaat echt heel lekker Iraans koken, zei ze. En ik heb daar al een keertje eerder gegeten. Ik vind Iraans eten echt heel lekker. Dus ja, ik ben benieuwd. Het wordt volgens mij echt een superleuk weekend. En Kelly, we zijn met z'n drieën. Dus Kelly, Sanas en ik. Want Caroline die kon niet. En Linda ook niet. Dus we gaan gezellig met z'n drietjes op stap. En ik heb er echt heel veel zin in. Omdat ik zie ze niet vaak. Dus als ik ze zie, vind ik dat sowieso superleuk. Maar ook omdat er gewoon nu allemaal leuke dingetjes op de... planning staan, zoals shoppen in Duitsland, Iraans eten, slumber party, stappen. We gaan er gewoon echt een superleuk weekend van maken. Dus ja, ik kijk er echt heel erg naar uit.
Ik zit me eigenlijk nu ook te bedenken waar ik Kelly dan precies van ken. Ik denk dat ik Kelly dan gewoon ken via Sanas. Ik kan me niet meer herinneren wanneer de eerste keer is dat ik Kelly heb gezien. Dus straks als ik haar zie, zou ik het meteen even vragen. Misschien dat zij het nog weet. In ieder geval, als je benieuwd bent hoe dit weekend is geweest, moet je zeker eventjes mijn Snapchat gaan volgen. Mijn gebruikersnaam is @serenaverbon. Ik zal proberen om zoveel mogelijk te snappen. En als ik Kelly vraag hoe wij elkaar kennen, zou ik dat ook even op de Snap zetten. Dan weten jullie het meteen. Als ik trouwens klaar ben met de producten die ik heb gebruikt, doe ik ze meteen in een toilettasje. Want dat tasje gaat natuurlijk ook mee dit weekend. Het is ongeveer 1,5 uur reizen met de trein van mij naar Didam. En dat is natuurlijk best wel lang, maar ik vind dat eigenlijk helemaal niet erg, want ik hou ervan om met de trein te gaan. Als ik met de auto zou gaan, zou het ongeveer 1 uur zijn. Dus ja, dat scheelt dan wel 1,5 uur. Nou ja, dan zit ik ook maar zo alleen in de auto voor 1 uur lang. Ik vind dat echt super saai. Weet je, ik luister natuurlijk wel radio en ik zet gewoon leuke liedjes aan. Zoals What Do You Mean van Justin Bieber. Echt nog steeds mijn favoriet. Maar ja, weet je, ik vind dat gewoon heel saai. Als er nou iemand naast me zit waarmee ik kan praten, dan vind ik het een ander verhaal. Maar echt alleen in de auto vind ik echt het saaiste wat er is. Dan zit ik liever alleen in een trein. En dan kan ik ook nog mijn laptop meenemen en dan kan ik bijvoorbeeld nog wat werken. Of ik kan series kijken die ik heb gedownload, weet je, met de koptelefoon en zo. Dus ja, ook al is het dan toch 1,5 uurtje langer, vind ik het toch fijner om met de trein te gaan. Heel vaak kom ik toch wel bezoekers tegen als ik dan met de trein aan het reizen ben. En ze zijn dan ook echt helemaal verbaasd, want ze verwachten niet dat ik dan in een trein zit. Gewoon, weet ik veel, de stoptrein naar Houten toe of zo. Maar ja, goed, daar woon ik. Dan denken ze echt zo van, hè, wat doet zij nou in de trein? En ja, ik weet niet, ik vind het gewoon heel fijn om met de trein te reizen. Dus ja, ook al heb ik een auto, want ik heb gewoon een auto. Staat niet voor de deur, want ik deel het met mijn zusjes. Dus hij staat voor de deur van mijn ouders. Dus misschien dat dat ook al toch wel een soort van extra drempel is, weet ik niet. Maar ja, omdat die... Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon van treinreizen. Dat is het. Dan kan ik gewoon ook nog telefoneren, werken, allemaal dingetjes doen, op social media zitten. Als ik in de auto zit, moet ik me heel erg concentreren. Want ik ben niet heel goed in 2 dingen tegelijk doen. Dus soms, als ik dan echt goed naar de navigatie moet kijken, als ik goed op de navigatie moet letten, en er is een leuk liedje op de radio en dan zit ik een beetje mee te zingen of ik luister naar de tekst, dan rijd ik gewoon verkeerd. Dus vaak zet ik dan ook gewoon de radio uit als ik goed op moet letten. Ik ben ook altijd heel erg moe na het autorijden, omdat ik me altijd heel erg moet concentreren of ik alles goed doe en zo. Zeg maar, autorijden is niet echt een tweede natuur voor mij. Ik kan het wel, ik heb nog nooit een ongeluk gehad, ik ben nog nooit tegen een paaltje aangereden, dat soort dingen. Maar ja, het zit, ja, ik weet niet, het zit misschien niet in mijn bloed. Sommige mensen kunnen echt rijden en inparkeren als de beste. En echt, die doen het fluitend gewoon. Ja, en ik moet gewoon toch wel wat meer opletten. Maar goed, dat geeft niet. Iedereen is zo weer goed in dingetjes of niet minder goed in dingetjes. Het palet dat ik nu gebruik is trouwens het nieuwe Holiday Palet van Lancôme. Die komt, als het goed is, eind deze maand, begin volgende maand in de winkels. Ik vind het een heel mooi palet en ik zal hem ook reviewen nog uitgebreid op mijn blog. Er zitten hele mooie gouden shimmers in en ja, daar ben ik wel fan van. Poeders die zijn ook gewoon heel zacht en romig en die blenden echt perfect gewoon. Dus het is heel makkelijk om een mooie look te maken met dit palet. De kleuren echt heel erg mooi. Maar vooral die gouden shimmer vind ik mooi. Ik weet niet of je hem goed kan zien, maar in het licht dan fonkelt hij echt. Dan beweegt hij mee met elke... De kaatsing van het licht. En ja, ik ben echt een sucker voor glitters. Ik hou echt van glitters. Ja, heel veel mensen die houden niet van glitters. Die vinden dat toch een beetje kinderachtig of zo. Ook in nagellak. Ja, ik leef echt voor glitters. Glitters, unicorns, regenbogen. Als het maar een beetje met een sprookje te maken heeft, dan vind ik het al helemaal geweldig. Wimpers krullen is echt een must voor mij. Ik heb hele rechte Aziatische wimpers. Dus dat betekent dat ik wat fijnere wimpers heb. En ja, dat ze dus ook heel recht zijn. En ik moet ze dus echt krullen. Wil ik er nog een beetje wat van kunnen maken. En ik heb ook echt een soort van echt veel volume mascara nodig. Anders zijn ze zo fijntjes en dun en vallen ze amper op. Ik doe het een beetje op een scary manier. Ik zal het even laten zien. Ik doe zo. En dan krul ik ze zeg maar zo omhoog. Ik maak hem dan iets losjes. Dus ik knijp hem vast. Dan maak ik hem iets losser. En dan haal ik hem zo als een cadeaulintje. Haal ik mijn wimpers er doorheen. Het ziet er heel vaak heel eng uit.
Omdat je dan helemaal zo lijkt alsof je wimpers of je ooglid eraf gaat trekken. Maar dit is de enige manier waarop ik echt gewoon een goede krul in mijn wimpers krijg. Dus sorry, maar het moest eventjes. Van Max Factor heb ik een nieuw potloodje gekregen. Dat heet de Excess Intensity Longwear Eyeliner. Ik had hem getest op mijn hand en echt, hij droogt super snel op. Hij gaat nergens heen. Het blijft heel goed zitten. Alleen nu heb ik best wel wat vettige oogleden. Dus ondanks dat potloden soms heel waterproef zijn, gaan ze alsnog soort van stempelen hier zo op dit gedeelte. En dat vind ik altijd ja, gewoon niet zo mooi staan en ook een beetje soort van onprofessioneel. Kom je daar als beautyblogger bij een meeting en want er zit heel make-up overal, dat kan natuurlijk niet. Dus ik ga deze nu testen, maar volgens mij is dit gewoon wel echt een heel goed potloodje. Want ik had hem gisteren ook op, alleen niet zo lang. En toen zag ik dat hij niet had afgegeven, dus dat is op zich wel echt een goed teken. Nou, deze eyeliner is gedaan. Ik hoop dat hij niet gaat vlekken in de loop van de dag, maar dat ga ik vandaag gewoon even testen. Dit is trouwens een donkerbruin potloodje. Ik was daar op kantoor en ik zag hem liggen. Ze zeiden dat hij heel goed was en ze zeiden neem maar mee. Toen zei ik nou, ik ga hem testen. Maar ik kan niet beloven dat ik hem leuk ga vinden. Want ja, ik ben gewoon heel kritisch met als het op waterproef potloodjes aankomt. Vandaag gaan we trouwens over de grens shoppen. Dat had ik net al verteld. Maar we weten niet zo goed waar we heen gaan. We kunnen bijvoorbeeld naar Kleve gaan. Maar ook naar Oberhausen. En ja, ik vind het altijd heel erg leuk om te shoppen in Duitsland. Ik weet niet of jullie ook dicht bij de Duitse grens wonen. Maar ja, sowieso de supermarkten zijn daar echt anders. Het lijkt wel alsof ze daar veel meer hebben. In ieder geval qua chocola. Dus rond Pasen en rond Kerst hebben ze daar echt super veel leuke dingen. Voor op de paastafel. En ja, ik ga dan ook altijd wel naar de DM drogist natuurlijk. Gewoon om wat merken in te slaan die ze dan niet in Nederland hebben. En Tara vroeg de vorige keer, had ze het over, zei ze, oh ja, ik vind die Neutrogena face wash met grapefruit vind ik zo lekker. En toen dacht ik, ja, die verkopen ze ook gewoon in Duitsland, want die had ik de vorige keer een keertje gezien. Dus die ga ik sowieso voor Tara meenemen, want ik weet dat ze die lekker vindt. En voor de rest weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik moet kopen qua merken. Ze hebben wel P2 en zo. En je hebt daar andere collecties van Essence en Catrice. Maar ja, ik weet dan nooit zo goed wat ik dan moet kopen, zeg maar. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal kopen als jullie dan een keertje over de grens gaan shoppen in Duitsland. Laat me vooral even weten bij de comments. Dan weet ik waar ik op moet letten. Ik breng nu mascara aan. En wat ik eigenlijk altijd doe is mascara aanbrengen op de bovenste wimpers. Maar nooit op de onderste wimpers. Want als ik dat doe, dan krijg ik hier allemaal vlekken van die mascara. En sinds ik dat dus niet meer doe. Eerst dacht ik van wat gebeurt er? Waarom heb ik de hele tijd van die vlekken onder mijn oog, van die stipjes? En nu ben ik erachter dat dat komt als ik dus mascara aanbreng op de onderste wimpers. En het is niet bij alle mascara's zo. En ik heb het idee dat het ook gewoon de combinatie zou kunnen zijn, want ik heb het niet altijd gehad. Met ja, misschien de crème die je gebruikt of de foundation die je gebruikt. Ik ben er nog steeds niet helemaal achter wat nou, waardoor het nou precies komt. Ik weet alleen dat als ik het op mijn onderste wimpers aanbreng, ik die vlekjes heb. Dus daarom sla ik mijn onderste wimpers over. Maar eigenlijk vind ik het wel heel mooi om mascara ook op mijn onderste wimpers aan te brengen. Ik krijg er toch net iets meer een open blik van. En ja, het zijn ook hele fijne wimpertjes. Dus dan krijgen ze toch weer net even iets meer volume. In plaats van mascara onder mijn oog breng ik daarom wat oogschaduw aan. Dan heb ik toch nog een beetje definitie onder mijn oog. Een tijdje geleden heb ik deze producten opgestuurd gekregen. Dat is een limited edition collectie van Guo Pai met MAC samen. En deze lipstick die heet Zenith of Zenith. Nou, dat is echt mijn nieuwe favoriet. Het is echt een, ja, echt een hele prachtige nude kleur. En zelfs voor mijn getinte huid is het gewoon een hele mooie nude kleur. Soms zijn nude lipstickjes, dan denk ik, oh, dit is echt een mooie kleur. En dan doe ik hem op en denk ik, nee, dit is echt voor blanke meiden. Dan is die veel te licht, veel te ja, rozig of zo, ik weet niet. Deze vind ik echt perfect. Ik vind hem zo mooi. Hij is net iets lichter dan mijn eigen lipkleur. Net iets roze, dus net iets frisser. Ik vind hem echt heel erg mooi staan, dus ik ben er heel blij mee. Goed, nu mijn haar. Ik ga het feunen. Dus wat ik ga doen is een heat protector gebruiken. Deze van Tresemme, die heb ik in Amerika gekocht. Shoppen in Amerika is trouwens echt geweldig. Ze hebben daar zoveel producten die ze hier niet hebben. Ik had echt van tevoren een heleboel wishlist gemaakt.
vond het heel erg leuk. En ja, Amerika is toch wel een van mijn favoriete vakantielanden. Dus ik hoop dat ik daar nog snel een keertje terug naar kan gaan. Alleen, ja, voor nu is het wel even prima natuurlijk. Ik ben er net geweest. Ik doe ook wat serum in de haarpunten. Sinds ik mijn haar heb gekleurd is het nog droger geworden. Het is van nature is het al ja, heel droog en stug, mijn haar. Maar ja, als je het dan gaat kleurbehandelen, dan wordt het natuurlijk nog droger en stugger. Binnenkort ga ik wel een Olaplex behandeling doen. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Het schijnt dat je haar daar wel echt mooi van wordt. Je moet het wel ongeveer om de 3 maanden weer bijwerken. Dus ik denk dat er een soort van laagje om je haren heen wordt gebracht toch wel. Ook al zeggen ze dat het juist met de verbindingen in je haar te maken heeft. Anders zou ik niet weten waarom dat dan in één keer uitwerkt. In ieder geval, als ik weer... Ik ga nu eerst mijn haar weer sterker laten maken. Ik gebruik echt veel serum trouwens, hè? Je zal wel denken. Maar daarna, als mijn haar weer wat sterker is geworden, wil ik het toch wel weer gaan kleuren. En dan wil ik met behulp van toners en Olaplex dat op een veilige manier doen. Nog iets lichter, zodat als ik er kleurtjes in mijn haar doe, dat het dan gewoon echt goed pakt. Dat je dan echt gewoon mooi roze, rosé, goud, mint, groen, dat ik echt mermaid hair ga hebben. Dat is echt mijn droom, mermaid hair. Ik doe er ook nog even een volumespray in. Dit heet Sugar Lift en is van Wella. Ik ben niet echt merkvast of zo. Als erop staat volumespray, dan vind ik het prima. Oh, het glijdt uit mijn hand door het serum. Twee handen. Of soms dan doe ik het gewoon in mijn hand. En dan verdeel ik het. En dan verdeel ik het over de wortel. Bij de haaraanzet, dus bij de wortels. Nou, als ik ga feunen, kan ik niet echt met jullie praten. Dus ik ga eventjes mijn haar feunen en dan kom ik snel weer terug. Nou, ik heb mijn haar niet volledig gefeund. Ik laat het altijd nog een beetje vochtig. En dan doe ik het omhoog in dit soort oma-kapsel wat je hier nu ziet. En dan doe ik er een beetje zo wat haarspray in. En dan laat ik de rest dus gewoon drogen aan de lucht. En deze tip heb ik van Marissa. En dan droogt het dus eigenlijk zo omhoog op. En dan zit er meteen gewoon volume in je haar. Dus dat is echt top. En op deze manier ja, creëer ik gewoon veel volume. Ja, ik ga nu mijn koffertje even inpakken. Dus ik ga jullie eventjes meenemen naar de slaapkamer. En dan kan je zien wat ik zo al in mijn koffertje ga stoppen. Nou, ik moet mijn koffer eerst een beetje leegmaken. Want hij zit nog een beetje vol van Disneyland. Wat trouwens echt super, super, super leuk. Je voelt je echt weer een soort van klein kind als je weer in Disneyland bent. Ja, alleen voor dat gevoel alleen al is het een moeite waard om te gaan. Want het kost natuurlijk echt zoveel geld. Oké, we hebben allemaal grappige dingetjes gekregen. Oké, de koffer is leeg. Daar gaat dan natuurlijk in mijn toilettas. Borstel en deo, die doe ik hier. Ik heb ook al reinigingsspulletjes en zo in mijn toilettas gedaan. Ik heb niet alles meegenomen. Want ja, ik ga ervan uit dat Samas ook wel gewoon dingetjes heeft die kan gebruiken. Dat scheelt mij weer sjouwen. Vorige week had ik dit apparaat getest. De Stelto met stoom. Nou, voor mijn haar vond ik hem nou niet echt geweldig. Maar Samas, die heeft heel veel krullen en heel dik stug haar. Dus ik zei al tegen haar, ik ga deze voor je meenemen. Kan je hem uitproberen. En als het nou wat voor je is, dan mag je hem hebben. Vind ik prima. Ik heb er toch niks aan. En als zij er wel wat aan heeft, geef ik hem liever aan haar. Dus die gaat ook mee. Die is wel heel erg groot. Zo, en de doos maak ik plat. Zo. Nou, daar leg ik dan even mijn laptop bovenop. Want die gaat ook mee. En de lader. En dan doe ik er ook nog een kledingroller bij. Want waar ik ook heen ga, altijd haren van Clarins & Coco. Ook al ga ik mezelf helemaal ontharen. Ergens aankom heb ik altijd haren van Clarins & Coco. Nog een onderbroek. En ook niet onbelangrijk, mijn tandenborstel. De tandbestuif Sanas denk ik wel. Weet je wat is? En als ik iets niet bij me heb, dan heeft Sanas het wel. Dus als ik naar vriendinnen ga, dan ben ik nooit zo panisch met inpakken. Zo, dus die doe ik hier. Hop. En dat was mijn koffertje voor dit weekend. Oh, een lader. Nou, dit was mijn Get Ready With Me video. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. En ik hoop ook dat je je zou willen abonneren op mijn YouTube kanaal BeautyLab.nl. Vergeet me vooral niet te volgen via Snapchat. Mijn gebruikersnaam is @SerenaVerbon. En ik ben verder ook gewoon te volgen via Instagram en Twitter onder diezelfde naam. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei!